Sven Meijndans, Almere City viert dit punt. Dat zal bij jullie niet zo zijn, denk ik. Nee, wij komen hier natuurlijk om zeker na zo'n periode 3 punten te halen. Ja. Het is weer een tijdje geleden dat jullie gewonnen hebben. Ik wil niet meteen heel negatief zijn, maar dat zal in de kleedkamer ook al zo leven, of niet? Ja, we hebben inderdaad elkaar de waarheid verteld en teleurstelling heerst natuurlijk. En boosheid ook. Dus ja, je moet uitkijken met wat je zegt tegen elkaar. Maar goed, het is soms wel eens goed, zeker in zo'n periode, om elkaar de waarheid te vertellen over de inhoud van de wedstrijd. En over de kwaliteit van de wedstrijd. En maar het is wel belangrijk om goed bij elkaar te blijven. Want volgende week staat er gewoon weer een nieuwe wedstrijd voor de deur. En dan moeten we weer een team zijn. Hoe heb jij het zelf beleefd? Je bent er een tijdje uit geweest natuurlijk. Is het dan lastig om te zien dat het zo gaat? Je komt natuurlijk in een elftal inderdaad wat minder loopt. Dan probeer je natuurlijk je vorm bij het elftal toe te voegen. En hopelijk dan ook fit terug te komen. En we hebben natuurlijk nu wel 2 lastige wedstrijden gehad met Feyenoord. Waar we vorige week denk ik echt een enorm goede wedstrijd hebben gespeeld. Waar we dan ook met 0 punten stonden helaas. Maar goed, eigenlijk hetzelfde als nu. Ja, we hebben niet veel kansen weggegeven. Een paar kopballen vanuit de penaltygebied en een paar schoten van afstand. Maar ja, dat was het eigenlijk ook wel. En ja, dan moet je eigenlijk gewoon in de eerste helft 1 of 2 goals maken. Als we elkaar eigenlijk wat beter de bal voorgeven. Of met Pavlidis natuurlijk in de tweede helft. Ja, en als je die maakt, dan voelt dat wellicht ook wel verlossend voor het elftal. En dat gebeurt tot nu toe nog niet. Maar daar is het wel even op wachten, ja. Je probeert daar zelf een rol bij te hebben. Ook in de passing meer dreiging misschien proberen te creëren. Ja, je probeert natuurlijk met je, vooral vandaag, met je loopvermogen. Omdat je weet... Dat ze je overal willen volgen. Dat het echt manmarking is. En dan probeer je veel diepgang te maken, de hoek in te duiken. Waardoor de ruimte komt voor andere mensen of voor mezelf. En inderdaad in de passing belangrijk te zijn. Alleen in het afmaken zijn we nog niet heel gelukkig. Ik zei net ook al tegen een tegenstander van jou, ja, voor het publiek, thuispubliek was het leuk, maar voor een neutrale toeschouwer was het niet de leukste wedstrijd. Heb je dat gevoel ook in het veld, dat het spektakel niet overhield? Nou ja, we hebben natuurlijk de beelden van Almere gekeken en ja, ik kijk natuurlijk ook vaak genoeg gewoon op tv en dan hoor je natuurlijk alle statistieken wel voorbij komen. Dat het bij Almere uit altijd veel lange ballen is, veel duelspelen is, veel tweede ballen spelen is en dat hun daar erg goed in zijn. En ik heb het ook een periode meegemaakt bij Sparta. Dat wij dat ook zelf deden. En dat is gewoon heel lastig om tegen te spelen voor tegenstanders. Zeker als je veel lopende spelers hebt. En dat hadden ze vandaag op het middenveld en voorin. Dat zijn gewoon jongens die voor elkaar door het vuur gaan. En die veel duel spelen. Dus ik denk dat we daar eigenlijk wel goed op hebben geanticipeerd. Alleen zeker de tweede helft creëren we dan nog iets te weinig. Hoe dat komt is nog even lastig te zeggen, maar dat we boos zijn of gefrustreerd zijn dat we niet hier met 3 punten weg zijn, dat is wel eens 1 ding wat zeker is. Ja. Ja, wat moet er veranderen? Kun je dat kort zeggen of is dat een heel lastige vraag eigenlijk? Nou ja, het is gewoon, we moeten gewoon als 1 team bij elkaar blijven en we moeten gewoon zo door blijven gaan. En nog harder werken en nog meer kwaliteit leveren aan de bal en ook zonder bal meer energie leveren. En dan, wat ik net eigenlijk al aangaf, dan moet je gewoon hopen dat die gewoon een keer in de 10e minuut of in de 20e minuut gewoon even het netje invalt. En dan kan je veel makkelijker doorgaan met zo'n wedstrijd. Lichtpuntje om af te sluiten, je bent wel weer fit, je kan je bijdrage weer leveren, dus dat is dan ook mooi om daaraan te werken, toch? Ja, inderdaad. Ik heb nu ik heb 3 keer gestart in 1 week, dus daar ben ik inderdaad heel blij mee. En vandaag weer 90 minuten gemaakt voor het eerst, dus dat is 1 ding wat fijn is. En nu heb ik weer een wat langere week om te herstellen. Dus volgende week moeten we Fortuna uit, dus dat is weer ook een lastige wedstrijd voor ons. Maar dat is wel een wedstrijd waar we ons op gaan focussen en waar we gewoon 3 punten moeten gaan halen. Altijd weer een nieuwe kans. Succes ermee. Dankjewel.